Ik kan niet vrij ademhalen. De situatie is nog steeds erg. Wij moeten naar buitenland en dat tegen meer vertellen onze situatie. In de volkskeuken van het Verhalenhuis Belvedere koken iedere keer andere Rotterdammers hun favoriete gerechten en ze vertellen hun familiegeschiedenis. Deze keer kookt Kaarman met zijn broer en schoonzus Oeigoerse gerechten. Deze gerechten zijn afkomstig uit een Chinese regio. Hij maakt altijd de lekker en de echt traditionele Oeigoerse gerecht. Daarom, ik zeg mijn broer, hartelijk bedankt. Kaarman kwam in 2010 naar Nederland en begon met zijn broer een Oeigoers restaurant. Ik ben beginnen 2015, september. Toen was ik met mijn broer. Dachten, Nederland heeft geen Oeigoers restaurant. Daarom hebben wij beginnen de Oeigoers restaurant. Mijn broer eigenlijk is grote chef van ons restaurant. Ik doe meestal de voorkant, administratie, bedienen. De Oeigoeren wonen voornamelijk in Xinjiang. Dit is een autonome regio in China. De Oeigoeren zijn van oorsprong een Turks volk en ze zijn islamitisch. De Oeigoerse keuken is dan ook heel anders dan de Chinese keuken. Maar Chinese keuken is echt, zeg maar echt groot keuken. Ook met de zeeproducten, ook veel groenten gebakken. Maar ik dacht, wij zijn eten simpel dan Chinees. Ik had er nog nooit van gehoord voordat ik hen leerde kennen. In 2016 in Rotterdam een restaurant gestart. Wat nog heel erg onbekend is. Dus wij vinden het fijn dat mensen zo hun eigen een beetje kunnen leren kennen. Wat vond u van het eten tot nu toe? Verrukkelijk. Heerlijke frisse smaak. En die noedels waren super. Je proeft de wereld in zo'n gerecht. En dat vind ik mooi. In 2009 was er een grote opstand. Ja, ja. 2009, 5 juli, de beginnende student. Veel studenten beginnen de demonstratie tegen de Chinese overheid, de Chinese regering. De Chinese regering en de Oeigoeren leven op gespannen voet. In 1949 werden de Oeigoeren ingelijfd door China. Door stimuleringsmaatregelen van de overheid is het aantal Han-Chinezen van 6% toegenomen tot 40% in Xinjiang. De Oeigoeren voelen zich dan ook onderdrukt door de Chinezen. Vrij media. Kunnen niet in de moedertaal praten. Ook kunnen niet in de geloof. De zwaar situatie. Ook in de moeilijkheid te studeren. Alles in de universiteit afgestudeerd. En echt een moeilijke baan te krijgen. Kaarman heeft geneeskunde gestudeerd en werkte als cardioloog. Hij en zijn broer moesten hun familie en hun werk achterlaten en vluchten, omdat ze door hun politieke activiteiten niet meer veilig waren. Vluchtelingen aangevraagd. Ik heb nog steeds, ook mijn broer ook nog steeds bezig met de politiek. Mijn broer nu is bezig met de Amnesty International. Wij hebben, Nederland heeft onze vereniging, Oeigoer vereniging. Dat is doen we. Tegen de Chinese de ambassade, de Chinese regering, altijd de toevak en de demonstratie. Vier broers. Hier is... Dus dat zijn jouw twee andere broers? Ja, twee andere. Okay. Maar nog eentje is niet bij standfoto. Nee. Ik kan niet terug. Ja, misschien gaan we naar gevangenis. Ook, misschien ook dood. Ja. Ja, ik vind het echt blij, omdat vandaag komt er misschien ongeveer 50 gasten. Ik kan heel overleggen met ons land, onze situatie, ook aan onze traditionele keuken. Ik wil nog meer Nederlandse mensen kunnen weten wie ben ik ben.